De dikste bewolking ligt momenteel alweer boven Duitsland, maar ook boven Nederland zijn er nog een aantal wolkenvelden aanwezig. En vanmiddag krijgen we met stapelwolken te maken, waar het een aantal buien gaan vallen. Maar tussendoor is er ruimte voor de zon, zo te zien de opklaringen boven de Noordzee. Vanochtend dus meestal een afwisseling van de zon- en wolkenvelden. Met daarbij temperaturen die toch aan de lage kant zijn, met zo'n 3 graden. Daarbij waait de meest matige westenwind. Vanmiddag staat iets meer wind en valt er verspreid een bui. In de kustprovincies, mogelijk met korrelhagel, een klap onweer. Of misschien mogelijk zelfs een vlok natte sneeuw. En daarbij wordt het niet veel warmer dan 6 of 7 graden. Vanavond in het binnenland, in de opklaringen, gaat de temperatuur dan behoorlijk hard onderuit en koelt het snel af naar een graad of twee. Aan de kust blijft het een stukje zachter. En ook vannacht gaat het flink afkoelen met in het binnenland, een kans op lichte vorst. Morgen opnieuw een afwisseling van zon- en wolkenvelden met afgewisseld door een aantal buien. In de kustprovincies mogelijk met een klap onweer. En ietsje zwarmer dan vandaag met 6 of op de meeste plaatsen 7 graden. Maandag wordt een natte dag, veel bewolking, misschien in de ochtend in het zuidoosten nog wat zon. Dinsdag en woensdag blijft het wisselvallig en blijft het kwik smiddags rond een graad of 6 uitkomen. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl